Hallo iedereen, welkom bij deze gloednieuwe video. Deze is een video met de grote trekkers. Inclusief de glazen zetteltrek uitbreiding en de pre-order bonus. In de Fendt Black Beauty. Maar we zullen hier starten met de gewone Fendt 942 Vario. En 63 km per uur topsnelheid vooruit. Dus als ik traag is even snel als de Duitse en iets 2 km per uur traag als de JCB. En dan is die automaat en dan gaat 22 km per uur achteruit. Dus een beetje zoals alle andere ook. Het interieur. De vele knoppen. Dat is zoiets van Fendt zeker. Zoveel mogelijk knoppen op hun in hun trekkers tegen. Ik zou gewoon in de war geraken met al die knoppen. De digitale schermen ook. En met deze kun je natuurlijk ook. Ah, daar ook nog eens naar buiten wisselen, zeg ik. Hier en ook. Veel ruit is er snel daar. Yep, en de schermen vallen uit. Dan is even kijken naar de Black Beauty. Hè. Dus die is natuurlijk in het zwart. Hè. Het is natuurlijk dezelfde trekker, maar dan gewoon de Black Beauty versie. Ik denk dat er niet echt veel verschil is water dan de kleur. Ook 63 per uur vooruit en 22 achteruit. Ja. Het is vooral de look eigenlijk, dus niet echt veel verschil tussen de gewone en de Black Beauty. En dan hebben we hier de John Deere 7R350 met dus 350 pk. Even naar wat interieur kijken. Modern interieur, hè. 1, 2, 3, 4. Ik tel al 4 schermen alleen al. Uh, 53 km per uur topsnelheid vooruit. Een automaat ook hoor. Deze is dus de kleinste John die al een nieuwe look heeft gekregen. Met de hoekige spiegels en het hoekig logootje. De hoekige lijnen. Wat ik ook wel niet verkeerd vind. 1, 2, 3, 4.
En dan als volgende de Klaas Action 960. Ook redelijk wat knopjes al. Ook weer een stuk waarschijnlijk veel in de water geraakt als je deze niet dicht zou halen. 53 km per uur topsnelheid. Dus ja, als je voor snelheid zou gaan, zouden we kunnen kiezen tussen de Fendt en de Duits en de JCB. 22 km per uur achteruit, dus eigenlijk zoals alle anderen. Wel in de Klaas DLC 19. Op naar de volgende. Weer een Johnny. Hè? Een John Deere 8R 410. Dus 410 pk. Vijftig kilometer per uur topsnelheid vooruit en een 22 kilometer per uur achteruit. Ook weer een recente look upgrade. En dan hebben we hier de JCB Fast Track 8330. Uh, 73 km per uur. Wow. Dus dit is nu toe de snelste trekker in de game. 73 km per uur. Wow. Zo snel zou ik nog kunnen gaan met een vrachtwagen in de game. Dat is misschien ook omdat ik overal achter blijf. Ja, dat is snel. Goed. Een automaat en hij gaat 22 per uur achteruit. Dus eigenlijk zo wel handig. Een redelijk basic interieur. Dus ja, dit is wel dus effectief de snelste trekker dat ik tot nu toe al in de game heb gezien. Het JCB looks kan ook wel. En dan hebben we hier de New Holland T8 435 Genesis. Die is zo. Ik ga even naar de Klaas. Dus de New Holland T8 435 Genesis. Ook vele knoppen. En 53 km per uur.
daar heb ik precies weer twee dezelfde stond. Ik ben er goed bezig, precies spelen. Aankopen. Goed. En ik ga even de Phantom weer. 22 per uur achteruit. Het is een automaat ook weer. Hè. Ik ben hier weer voor trucks gegaan, want ik kunde ook met de trucks zijn. Dus het design is zo, doet me denken aan de 19e Blue Power die ik kon hebben. En dan als volgende de Klaas 960 Axion Terra-track. Zo hetzelfde als de vorige Klaas. Dat was de 69. Oh, dus dat is dezelfde als in deze, maar dan is in deze mis met de trucks. Topsnelheid, dus dat is trager als de gewone banden. Maar als je het juist is wilt spelen, hebben de tracks die hebben minder impact op de grond onder je, dus dat is minder, waardoor je eigenlijk een betere oost gaat delen, denk ik dat was. Op naar de John Deere 8RT 410. 40 km per uur topsnelheid. En nog een korte draai ding. En volgens mij, ja, dat was binnen een 7R. Dat je kunt kiezen tussen een 3-punt koppeling van voor of dingen voor een voorlader bij de andere kan niet. Het interieur nog even bekijken. Ook weer de vier schermen. Hè. Ja, nice track ook wel. Hè. En voor het geval dat je het nog niet hoort, hè. Ik ben een Johnny fan. Ook al heb ik alleen nog maar in Finte gezeten. Maar en hier als volgende de John Deere ATRX 410. Dus dat is de andere versie van deze. Deze is degene met wel die traaien, maar dan Jackson.
voor 7 deze. €42 vooruit. Ook weer handgeschakeld. Nogmaals, wat dat mij verbaast voor een ook gloednieuwe trekker. €20 achteruit. Ja, en de achter T. Hoe zit die met de gewichten? Nee, ik denk het niet. Dat was een andere dat ik mijn gewichten kon ik nog kon hebben. Het interieur is hetzelfde als bij de andere 8 R-series. Dan hier de Case IH Magnum 400 Power Drive AFS. Ook weer met de tracks van achter. Een rood interieur. €53 vooruit. Een automaat. Dus €53 vooruit. En €22 achteruit. Moderne look, dus wat als je dan de brede banden opzet, dan is dat zo wat de trekker van Cold Constant. Al wat is dan wel de nieuwere versies, denk ik. Op naar de volgende. Dus tot daar van voor helemaal. Even denken welke. Wou ik laten zien. Ik weet eigenlijk niet wat er een verschil tussen zit. Denk het niet. De Rostelmash RSM 2375. 27 km per uur topsnelheid. Vooruit. Handgeschakeld. Maar 4 versnellingen. En deze is zo'n deployed. Ouder interieur, hè, voor een oudere trekker. Ik denk dat dat wel klopt. Deze is ook wel een nieuwere voor de game. Hè. Die was in 1909. Even zien dat er hier een verschil op korting is. Ook 27 per uur. Andere banden misschien? Nee, ik weet even niet waarom ik hier 2 in buiten stond. Maar. Hup. Dan hier de Challenger MT 743. 43 km per uur topsnelheid vooruit. Ook weer een zo'n kleine draaicirkel. Dankzij de tracks. Een automaat. Het
22 trouwens. En een specialer interieur, hè. Vooral het stuur is wel speciaal. Hop, alles uit. En dan hier hebben we de Fendt 943 Vario MT. De goedkeuring kwijt. De voorruit, de automaat. Even een korte onderbreking geweest. Ook weer dezelfde dingen als de Challenger, want dat is eigenlijk gewoon hetzelfde model, maar dan ander merk. Zal bij vanzelf niet. Maar vanzelf is het niet. Oep. Dan de volgende. En dat is hier de Fendt 1050. Of de 1050 zoals je het wilt noemen. Interieur, het Fendt interieur, de vele knoppen. Ja. De krachtigste productietrekker in de wereld. En dan hebben we hier de John Deere 9620R. Topsnelheid. En geen automaat in ieder geval. Dus je moet het wel zoek thuis voor.
12 per uur. 12 per uur topsnelheid achteruit. En ook een degelijk interieur. Hè. Een Johnny interieur hè. Met het bijrijders stoeltje met gordel. En dan hier hebben we de New Holland T9-700 series. Ah, de 700 is het. Topsnelheid. Soort van geslapen. Vijftien per uur achteruit. Kijken. Modern design langs binnen. Redelijk veel wit. Hè. Wit en blauw, New Holland kleur. Groot scherm. Ja. Deze is ook wel een modern machientje. En dan hebben we hier de Fendt 1167 Vario MT. Het interieur even bekijken eerst. Hè. Ook weer zo hetzelfde als de Challenger en de andere Fendt. Drie vind ik weer op te nemen. Tomaat. En dan hier de John Deere 9570 RT. 40 km topsnelheid. En het interieur hetzelfde als bij de kleinere. En dan hebben we hier de New Holland T9 700 Tracked.
hebben ze met rugsbanden. En de kilometer per uur vooruit, ook nog een lange. En dat is de voorraad. En 15 naar achteruit. 15 kilometer per uur vooruit. 31 kilometer per uur vooruit en 15 kilometer per uur achteruit. Even naar het interieur bekijken. Hetzelfde interieur als degene met wielen, hè. De moderne. Een redelijk een goed moderne versie. En dan nog een rij. Dat ik even naar hier moet verhuizen, want anders kon ik ze kopen. De John Deere 9620 RX. Achteruit. Interieur. Nog altijd hetzelfde als in 19. Want ja, hij heeft ook nog geen update gekregen in het echt. Interieur is wel een van de trekkers dat ik het toch al redelijk vaak heb gebruikt. Persoonlijk, hè. Niet privé, niet online. Video's, want zoveel geld heb ik nog nooit verdiend in mijn video's. En dan hier de Versatile 4-wheel drive 620. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit het interieur van een Versatile gezien. Ook redelijk wat knopjes. Voor de rest ja, redelijk basic precies, maar... Ja. En dan als laatste, een deel van de Saddle Track Pack. Natuurlijk, hè. De Klaas Zerion 4200 Saddle Track.
goede zichtbaarheid, moet ik wel zeggen. En deze cabine geeft mij heel wat het gevoel van in een combine te zitten. Maar ja, dat wint wel, denk ik, als je veel in deze soort, in deze trek wil zitten. Maar goed. Dat was het dan. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie in de volgende. Hallo!